Goedendag, mijn naam is Aart. Vandaag heb ik de Gram-Schmidt-methode bij vectoren. Als je drie vectoren krijgt die lineair onafhankelijk zijn, in dit geval deze drie vectoren hier, die vormen een vector en een v, dan hebben we het kaderblok gedefinieerd op die vectorruimte. Dan gaan we die omvormen naar een aantal vectoren die ook lineair afhankelijk zijn, dezelfde vectoren, maar die bovendien orthogonaal zijn. Dat betekent dat het kaderblok zal 0 zijn. Ja? Dat betekent loodrecht of orthogonaal. Het kaderproduct is 0. Hier gaan we gebruiken, dit kaderproduct hier, gewoon a en b is a1b1 plus a2b2 enzovoort, het product van de coördinaten. Nu, dit zijn dus drie vectoren, die gaan we omvormen naar orthogonale vectoren. Dus i1, de eerste vector, dit noemen we x1, x2, x3. Dan nu i1, gewoon de eerste vector, is x1. Dat betekent, i1 zal zijn 1, 0, 1. We kunnen hier eens bijschrijven, de eerste vector, dus i1 zal 1, 0, 1 zijn. Tweede vector, i2, gaan we doen door de tweede vector te nemen, x2, en dan van een aantal keer de i1 aftrekken. Dus min i1, namelijk, wat gaan we doen? Een breuk opschrijven, ja, met in een noemer, het scalarproduct, het product van x2 met uw vector i1, en in een noemer, het scalarproduct van i1 met i1. Dus hier krijg je of de norm of product i1, i1. Die getallen gaan we eerst berekenen. Hier is het product van x2, i1, ja, is dus, x2 was 2, 1, 0, dus 2, 1, 0. I1 was de vector x1, 1, 0, 1. Ja, het kaderproduct betekent 2 maal 1 plus 1 maal 0 plus 0 maal 1. Gewoon vereenvoudigen, krijg je 2 plus 0 plus 1 plus 0 is 2. Nu, I1, het kaderproduct ervan, de norm in feite, dat betekent I is 1, 0, 1 maal 1, 0, 1. Dan krijg je 1 plus 0 plus 1. Dan krijg je ook 2. Als je 2 met elkaar deelt, we gaan die delen, krijg je 2 door 2 is 1. Dat betekent i2 is x2 min i1. Nu, x2 was 2, 1, 0, dus 2, 1, 0, min uw i1, uw x1, dus min 1, 0, 1. Dan krijg je 2 min 1 wordt 1, 1 min 1. Dus uw i2 is 1, 1 min 1, dus 1, 1 min 1. En onthoud, dit was i1, dit was i2. Nu zijn die orthogonaal. We gaan i1, i2 gaan het broek breken. Dat is, kijk wie 0 is. Dat is 1 maal 1. Dus 1, 0, 1 maal 1, 1 min 1. Is dus 1 maal 1 plus 0 maal 1 plus 1 maal min 1. Krijg je 1 min 0 min 1 is 0. Dus die zijn al loodrecht of orthogonaal. Dus nu gaan we de derde breken. i3 gaan we berekenen. Dus i3 gaan we die gebruiken. Dus i3 is, we gebruiken x3. Dan doen we een paar keer min i1 en min i2. Voor i1 gaan we in de brug even doen x3 maal i1, het kaderproduct, gedeeld door i1 maal i1, het kaderproduct. Voor i2, ik zal de min van voorschrijven, dus min opnieuw een brugstreep, dus uw x3 die we gaan gebruiken met i2, het kaderproduct, gedeeld door uw i2 met i2. Wat je allemaal berekenen, dus eerst voor i1, dus x3, i1, als je uitwerkt, x3 is 1, 3, 1, en i1 was uw x1, dit hier, dus 1, 0, 1, dan krijg je 1 plus 0 plus 1 is 2. Dan doen we i1 maal i1, ja, in uw noemer, i1 maal i1. i1 maal i1 hebben we reeds berekend, hier was hier ook 2, dat is zelfs dit deelformulier, dat is dus 2. Dan krijg je opnieuw 2 tot 2. Dat is 1. Deze term zal 1 zijn. Dan gaan we de tweede term met i2 berekenen. Deze hier. Eerst x3 met i2. X3 is 1, 3, 1. Dus i2 is hier gegeven 1, 1, min 1. Dus maal 1, 1, min 1. Als je berekent, krijg je 1 maal 1 plus 3 min 1. Heb je de waarde 3. Dan noemen we i1, i2 maal i2. Dat kan het product dat betekent. I2 was 1, 1, min 1, dus dit hier, 1, 1, min 1, maal 1, 1, min 1, dan krijg je 1 plus 1 plus 1, is ook 3. Dat betekent hier, krijg je 3 gedeeld door 3, of ook 1. Ja, dat betekent, i3 is x3 min i1 min i2. Of x3 min i2 min i, volgens speelt geen rol, dan krijg je, x3 is 1, 3, 1. Ja, dus x3 is 1, 3, 1. Nu, i1 of i2 is dan 1, 0, 1, en dan min 1, 1, min 1. Ja? Dus x3 min i1 min i2. Ja? Dus 1, 3, 1, min 1, 0, 1, min 1, 1, min 1. Als we die stemtermen uittrekken,
Dan krijg je in de eerste term 1 min 1 min 1 wordt min 1. In de tweede term 3 min 0 min 1 wordt 2. En de derde term wordt dan 1 min 1 plus 1 wordt deze term hier. Ja. Dat betekent dat je krijgt voor de derde term, voor i3, dus i3 krijg je hier min 1, 2, 1. Nu, stel die lot recht, we gaan kijken, bijvoorbeeld i1 met i3. Dus i met i3 betekent 1, 0, 1 met min 1, 2, 1 krijg je min 1 plus 0 plus 1 is 0, dus dit is zeker 0. Dan de laatste, i2 met i3. Dan krijg je 1, 1, min 1 en min 1, 2, 1. Dan krijg je min 1 plus 2, min 1, geeft ook 0. Dus die drie vectoren zijn orthogonaal, loont echt op elkaar. We hebben dus onze drie vectoren omgevormd, dat drie vectoren die dezelfde vectoren voorbrengen. Vectorruimte hier is R3. Ja? Dus we hebben van deze vectorruimte R3 met niet-orthogonale een vectorruimte gemaakt met drie orthogonale vectoren. Dank wel, bye bye. Goedendag, ik maak me veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.